Het onderzoek naar het gewapend conflict om Go tussen de dorpelingen van Godolo en Kisai heeft nog niet geresulteerd in het aanhouden van verdachten. Dit vertelde justitieminister Kenneth Amoksi gisteren voordat hij in de ministerraadsvergadering stapte. De bewindsman zegt dat er nu gesprekken gevoerd worden met het traditioneel gezag. Inderdaad hebben we volgens mij zondagmiddag hebben we berichten ontvangen omtrent wat excessen. Het zou gaan om goudader dat aangetroffen is op een berg daar. En er is een dispute over welk dorp aanspraak daarop maakt. Ik denk dat het betreft de dorp Godolo en Kinsai, als ik me niet vergis. Er is geschoten. Er waren 5 slachtoffers, of er zijn 5 slachtoffers. 2 van ze zijn overgebracht naar Paramaribo voor medische hulp. Enkele van de slachtoffers zijn voor medische hulp afgevoerd naar Paramaribo. Amoksi zegt dat er vanaf zondag militairen en politie naar het gebied zijn gestuurd om de orde te handhaven. Snel handelen hebben we gedaan, vind ik. Maar we zijn ook afhankelijk van de logistieke omstandigheden. Want die mensen moeten er naartoe gaan, ze moeten blijven. Dus je moet al die condities hebben dat ze langer daar kunnen verblijven. En dat hebben we ondertussen wel gedaan. Eigenlijk, wij zijn de aanwezigheid van de politie is Stoelmans Eiland. En u weet zelf, we zitten al bijna 12 jaar bezig, zijn we bezig om een politiebureau, politiepost op Stoelmans Eiland af te bouwen. Maar dat is er nog niet van gekomen. Maar we moeten weer naar het binnenland. Amoksi geeft tenslotte aan dat een van de slachtoffers van de beschietingen in het gebied is overleden. Hij merkte ook op dat uit onderzoek is gebleken dat het conflict om goud ook in de relationele sfeer gezocht moet worden.